Ja, en ik loop op mijn slippers. Ja, kijk, slippers. Je staat stil op je slippers. Ja, ik sta stil op mijn slippers, ja. En hoe waren je knapworstjes? Nou, de hondjes vond ik eigenlijk. Waarom de hondjes? Nou, vertel. Ja, een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin, Karin en Roderick. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag alweer woensdag 3 februari 2021. En het is bijna 1 minuut voor 2. Ja, lekker. En zoals je ziet, het regent weer. Ik ben nou net lekker met Lady buiten. Was vannacht ook vroeg dat ik thuis was, maar dat weten jullie. Maar voor de rest wens ik jullie nog heel veel kijkplezier bij deze goede nieuwe vlog. Kiekeboe. Ja, en ik loop op mijn slippers. Ja, kijk, slippers. Je staat stil op je slippers. Ja, ik sta stil op mijn slippers, ja. Hoe zou dat nou komen? Hè? Ja, hoe zou dat nou komen? Nou, dat is heel makkelijk. Als je een oproep krijgt voor een reanimatie, ja, dan moet je snel wezen, hè? Ja, dan maar slippers aan. Dat daarom, en dat bedoel ik. Dan maar even slippers aan, ja. Het is niet anders. Nee, helaas. Dus ja, we gaan nu even kijken bij de Jumboot. En ik heb het koud en want mijn jas is nog steeds nat. Ik moet zo echt even drogen. Wil je me daar even helpen onthouden? Drogen, is goed. Jas, de vlies, nee, mijn vliesjasje moet eigenlijk even eruit en dan even in de droog, want die is nat. Oké. Nou, we gaan even naar de Jumboot, ja. Even kijken wat we kunnen halen. Ja, ik niet. Hij, ik niet. Mijn liefstallige man, die wel, ik niet. Nee. Ja. De mensen achter mij, die zijn aan het lachen. Dat is grappig, toch? Ja. Ja, dat iets inderdaad. Iets, iets. Een heel klein beetje iets. Iets. Heel klein beetje maar. Hoezo? Iets, heel klein beetje. Oké, okay, goed zo. We lopen in de Jumbo, in de Jumbo, in de Jumbo. Met een natte jas. Ook dat nog. We lopen in de Jumbo met een hele natte jas. Jas. Ik film je niet hoor, ik film mezelf. En toen moest ik heel rustig aan doen. Kijken en niet kopen, schat. Echt hè? Kijken. Ja. Oh, zo. Hou jij even een beetje afstand, schat? Ja, ik hou afstand van jou. Afstand van mij, dat is goed. Hou eens zo. Ik kan gelukkig een vrouw lachen, kijk, dat is mooi. Ja, joh. Vegetarisch, joh. Ik hoef geen vegetarisch. Weet je nog met Emily die worteltjes en suiker? Lekker wel. Mocht niet, hè? Nee. Ja, Robert niks, een euro. Waar ik niks. Hij is goed, maar ik kan hem niet halen. Ah, gadver. Ik ga geen veeg. Kijk, hier en hier maak je mij weer blij mee. Voor de rest niet. Ik kan hem alleen niet halen. Dat is het enigste. Ik kan hem niet halen. Maar dat geeft niet. Dan maar lekker niet. Nee, dat is een euro. Kijk, dat zeg ik, het is een euro. Maar ja, als het wat niet gaat, gaat niet, hè? Nee, precies. Nee, nee, want ik heb geen geld. En ik ga jou ook niet terugbetalen daarvoor. Voor een euro. Dat ga ik niet doen. Ik hou van jou. Ja. Ja. En hoe waren je knapworstjes? Nou, de hondjes vonden ze eigenlijk. Waarom de hondjes? Nou, vertel. Iets over de datum uit de vriezer. Van 2017 mensen. Ja, want ze liggen al zo lang in de vriezer. Dus het pakje was helemaal met sneeuwijs bezaaid, zeg maar. Mm-hmm. En dus je hebt het hiermee naartoe genomen. Ik gekookt. Maar ze waren hard. Want je had een lekker stokbroodje. Ja, nu niet meer. En nu niet meer. Maar ik was een beetje zo slim om nog wat anders mee te bakken, hè? Voor je. En dat was... Jij noemt het patat, ik noem het friet. Ja, precies. Ja, nou, het eten zit er net in. We hebben eventjes hulp verlinkt in de wijk.
ik kreeg een oproep. Alleen Roderick niet. En morgen is eventjes tijd voor mezelf. Want ik heb morgen een fotoshoot. Bij mijn lieftallige fotograaf Henk Ros. Wil jij nou ook een leuke, gezellige fotoshoot? Ga dan even naar Facebook. Of waar dan ook. Of via Google. Ga daar typen Henk Ros en maak een afspraak. Want hij is gezellig. Hij is leuk. Hij heeft humor. Eigenlijk wat een fotograaf moet hebben. Want ik ken ook een andere fotograaf, maar die is stug. En die is niet leuk. Nee. Maar deze daarentegen, dat is een topper. Die heeft ook namelijk onze prutsfotografie gedaan. Dus, ben je benieuwd? Ik zou zeggen, kijk eventjes naar de foto's wat ik er even in ga plempen. En dan mag je het zelf bepalen wat je ervan vindt. Ja, lieve mensen, ik ga deze vlog gezellig afsluiten. Samen weer met jullie. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat een leuke reactie achter en doe het belletje aan. Want dan blijf jij, zeker jij, ja, Julia. Blijf jullie zeker op de hoogte met alles wat ik plaats op YouTube. En dan zou ik zeggen, tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Een dikke tuut op je snuit en tot morgen. Doei!